Goeiedag, ik ben Jeff Rijnmakers. Ik eet graag en ik maak graag portretten. Ik wil die twee invalshoeken graag combineren. Portretten van etende, genietende mensen. In portretten wil je de mensen laten zien zoals ze zijn, als persoon. Maar ook spontaan in het moment waarin ze gefotografeerd wordt. En wat is er spontaner dan een etende mens? In mijn zoektocht op het internet kwam ik opvallend weinig goede voorbeelden tegen. Wat je wel vindt zijn reclamefoto's van modellen die karikaturaal zitten te happen in een hamburger. Dat was dus een uitdaging. Ik maakte een reeks van 13 portretten van vrienden die ik allemaal op een kwarteltje heb getrakteerd. De foto's die werden geselecteerd door Lens op de Mens maken daar deel van uit. Mijn ambitie was het om portretten te maken van etende mensen die zichzelf herkenden in dit hopelijk smakelijke moment en waarvan de kijker vrolijk wordt. Bij jullie om te oordelen of dat gelukt is.